Ik zit hier met Sandra Rientjes, die is directeur van Wikimedia. Eerste vraag natuurlijk, wat is Wikimedia? Wikimedia is de organisatie achter Wikipedia. Oké, dat is, klinkt logisch. Hoeveel mensen zitten daar in Nederland? Nou, op het kantoor van Wikimedia zitten 5 mensen. Maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste zijn de vrijwilligers die aan Wikipedia schrijven. En dat zijn er zo'n 1200-1300 die dat heel regelmatig doen. 1200-1300 schrijven echt alles voor. Hoe gaat het met onze Wikipedia-site op het ogenblik? Nou, wij zijn eigenlijk best wel tevreden. Er zijn nog steeds elke dag zo'n 7 miljoen pagina's die worden bekeken. Mensen weten het steeds meer te vinden. Altijd in de top 10, hè? Altijd in de top 10. En we merken nou ook dat organisaties als Koninklijk Bibliotheek, Rijksmuseum, die willen graag met ons samenwerken. Dus wij vinden dat het goed gaat. Aan de voorkant, het vullen dus zeg maar van die pagina's, dat ga je ook moderniseren. Want op zich, ik ben een enorme liefhebber van Wikipedia. Ik typ ook altijd in Google in een onderwerp spatie wiki, dan kom ik meteen bij jullie terecht. Maar de user interface, die is toch echt wel gewoon van 1999, 94, weet je. Die is niet van de 21ste eeuw. Maar hoe gaat dat veranderen? Nou, daar zijn we ook mee bezig. Hij is van 2001, dus nog net 21ste eeuw. Maar wij merken zelf ook van, kijk, mensen zijn nu veel meer gewend, ook met dingen als Facebook. En wij moeten toch ook enigszins met de tijd meegaan. Er wordt gewerkt aan een nieuwe manier van Wikipedia bewerken. Dat heet de Visual Editor. Mm-hmm. En de planning is dat hij dit jaar... Ik heb ooit de beta-versie een keertje gebruikt, maar op een gegeven moment ging dat weer weg, dacht ik. Ja, kijk, bij Wikipedia gaan de internetprojecten of de IT-projecten ook niet altijd zoals je zou willen. Dus die nieuwe versie werd geïntroduceerd, die kon toch niet wat de oude software kon. Ja, en dan zijn de Wikipedia-bewerkers ook zo van, ja, daar ga ik niet meer werken. Google, die doet ook steeds intelligentere antwoorden geven, zeg maar. Aan de andere kant is dat waarschijnlijk ook een grote bron voor jullie. Van hoeveel verkeer komt er vandaan en is het je grootste vriend? Of is het ook een beetje sleeping with the enemy? Nou, gemiddeld komt zo 45% van de Wikipedia-bezoekers komen via Google op Wikipedia. Ja, de relaties zijn best goed tussen Google en Wikipedia. Goede sponsor altijd geweest. Inderdaad, ze zijn altijd heel vriendelijk om mee te werken aan dingen. Ja, Google brengt mensen naar Wikipedia, Wikipedia trekt mensen naar Google. Ja, en waar ze nu mee bezig zijn, dat Google Knowledge Graph, waar je gewoon, als je zoekt op Napoleon, vind je even dan en dan geboren, dan en dan overleden. Ja. Ja, eigenlijk vinden wij dat zelf ook heel handig. Die informatie komt ook vaak uit Wikipedia. Maar het is nou niet zo dat we dat als concurrentie zien. Nee, jullie zijn meer van de lange, meer in-depth artikelen. Dus dat is op zich geen concurrentie. Hoe wordt Wikipedia gefinancierd? Nou, door mensen die Wikipedia gebruiken, dan zie je af en toe zo'n banner. Vaak met het gezicht van onze oprichter. Oh ja, inderdaad. Dat heb ik al 3 keer gegeven. Kijk weer Jimmy. Ja. Weer Jimmy Wales. Dat werkt heel goed. Vorig jaar is er wereldwijd zo'n 32 miljoen dollar opgehaald. En daar kunnen we de tent draaiende van houden. Dat kan me wel voor. 32 miljoen is een mooi. En het gaat ook snel, hè? Het is ook, binnen een paar weken is het geld ook binnen. Dus het heeft wel veel loyaliteit. Ja, kijk, mensen zien ook zo van, ja, ik gebruik elke dag Wikipedia. Het is helemaal gratis. Ja, laat ik eens een keer een tientje geven. Ja, en bij honderdduizenden, zo niet miljoenen bezoekers wereldwijd, telt dat lekker door. Ja, en jullie krijgen dan een percentage van dat geld van Amerika? Ja, ja, ja. Heb je zelf ook fundraising nog in Nederland? Nou, mensen kunnen ook rechtstreeks aan Wikimedia Nederland geven. Dan weten ze dat het echt besteed wordt aan projecten in Nederland. Maar het is ook prima als ze gewoon via Wikipedia geven. Daar hebben we geen problemen mee. Ik heb dan vaak op Wikipedia dat ik wel pagina's verander. Ik ben Vincent Evert, ik heb een username en ik was ook een tijdje lid van de vereniging, maar dat moet ik eigenlijk weer gaan doen. Maar heel vaak zie je dan dat gewoon binnen 3 minuten wordt het teruggedraaid. Hoe krijg je vertrouwen van die 1200 vrijwilligers dat gewoon wat jij wil veranderen, dat ook klopt? Nou, dat mag. Ook uitleggen wat je aan het doen bent. Er zit achter elke pagina zit een overlegpagina. Geef dan ook aan van, nou, volgens mij klopt dit en dit niet. Ik wil dat verbeteren. Niet zelf doen, maar gewoon vertellen. Als je